Santino en ik moeten binnen 15 minuten de mooiste schaatsbaan maken. En Santino, hallo, jij gaat dit nooit van mij winnen. Jij, was je aan het slapen of zo? Nee, nee. Oké, okay, nee, wegwezen met het ijs. Nee, Santino, succes, doei. Oké, doei. Oké, ik kan natuurlijk een schaatsbaan maken om te racen. Maar ook gewoon een hele saaie vierkante. Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. Wat ik ga doen... Welke heb ik trouwens nodig? Ik denk blue ijs, denk ik. Heb ik die nodig? Ja, ik pak wel blue ijs. Ik vind die wel mooi. Maar eerst moet ik dus de vorm gaan maken. En ik ga daar niet moeilijk over doen. Ik ga gewoon letterlijk gewoon een beetje lopen. En dan ga ik even weer hierheen. Zo. En dan gaan we weer hierheen. Geen idee hoe ik dit ga doen. Ik heb natuurlijk maar 15 minuten de tijd. Dus ik moet ook wel een klein beetje opschieten. Ik kan niet heel gedetailleerd alles gaan doen. En dan gaan we weer hierheen. Dan gaan we weer hierheen. En kijk, dan gaan we hier gewoon even een hele grote bocht maken. Hoe ziet het eruit? Het begint ergens op te lijken. En dan gaan we er helemaal omheen en dan maken we het weer rond. Ja, dat gaan we doen. En oh, dit is oprecht nog best wel een uitdaging. En hier denk ik dat ik dus even een recht stukje ga doen. Puur omdat het dan even wat makkelijker is. En dan ben ik sneller klaar. En dan vervolgens maken we hier dus eventjes een bochtje. En dan eindigen we weer hier. Oké, dit is dus ongeveer hoe de baan gaat worden. Alleen moet die wel wat mooier zijn dan dit. Dus laten we eerst even beginnen met de bocht. Oké, dit wordt de bocht. Zo, we gaan het op deze manier doen. Dan hier nog een ijsblokje. En dan hier nog. En dan dit stukje is dan recht. Dus dat is de eerste bocht. Alleen hij moet natuurlijk wel wat breder. Dus hier ga ik hetzelfde doen. Dus even kijken. Bim, 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 bim. Dit blokje, deze, deze. Ik ga gewoon, denk ik, eerst het eerste gedeelte doen. Kijk, en deze doe ik trouwens nog eentje breder. Oké, ik denk dat dit best wel een goed begin is. We hebben meteen de eerste bocht al. Kijk, zo. En dan hier een recht stukje. Oké, nu moet ik dit dus gaan vullen met ijs. Alleen dat ga ik dus later doen. Want ik ben bang dat ik misschien dan niet genoeg tijd heb. Dus dit moet 3 breed. Dus zo, kijk. Dan hakken we dit even allemaal weg. Want dit is namelijk het rechte stukje. En dan moet ik hier dus weer zo'n bocht gaan maken. Oké, zo'n bocht is gelukkig niet heel moeilijk. Kijk eens aan, zo. En dan hier weer een recht stuk. Kijk eens aan. Oké, het begint al ergens op te lijken. Alleen deze mag trouwens wel eentje breder. Hoeveel blokjes breed is het nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, 6 blokjes breed. En dan hebben we hier deze bocht. En dan moeten we hier weer naar binnen. Ik denk dat ik deze hele binnenbocht niet ga doen. Het gaat me oprecht niet lukken qua tijd. Dus ik denk dat ik hier gewoon een stukje rechtdoor weer ga maken. Misschien kunnen we een klein bochtje doen. Kijk, dan ga ik hier eventjes een stukje naar rechts toe. Ik denk dat dat wel leuk is. En dan gaan we hier weer een stukje naar links toe. Kijk, dit maken we dan dicht. Oké, dan hebben we toch nog een soort van bochtje erin. Ik denk dat dat wel leuk is. En dan hier moet het vervolgens weer 3 breed op deze manier. En dan hier weer een klein bochtje. Oh mijn god. Ik denk dat het oprecht nog best wel vet gaat worden hoor. En dan hier moet nog wat meer ruimte komen. En dan zo. Oké. Oké. Dit begint al ergens op te lijken. Dit moet nog even weg. Dit moet nog even zo. En dan hier moet gewoon dirt. Oké, ik zeg je eerlijk. Ik denk dat de baan best wel vet is. Alleen dit stukje is heel erg smal. Dus die kunnen we nog wel even iets breder gaan maken op deze manier. Ik denk dat dit het wel is. Ik vind het best wel gaaf. Alleen nu moet ik het dus helemaal gaan vullen met ijs. En dit moet ik natuurlijk eerst ook weer eventjes vullen met dirt. En daarna kan ik de details gaan doen. En als ik de details ga doen, dan wordt dat leuk. Want dit is eigenlijk het saaie werk. Dus laat ik dit maar even helemaal gaan vullen met ijs. En de hele ijsbaan is nu gevuld met daadwerkelijk ijs. En dat betekent dat het ook daadwerkelijk werkt. Alleen ga ik dat nu nog even niet helemaal testen. Want ik moet een beetje opschieten. En we pakken even rood en wit concrete bij. Want bij een racebaan, want ik ga een racebaan maken, hoort natuurlijk ook... Kijk, ik weet niet hoe het heet. Curbstone, zo heet het. Ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel op dit moment. Oké, en dan moet ik dat hier natuurlijk ook eventjes doen. Zo, hier en hier. En dan hier tussendoor dan wit. En eens even kijken, waar moet ik dat nog meer gaan doen? Dan moet ik dat hier gaan doen, een klein stukje. Ik doe hier ook nog gewoon eventjes. En hier doe ik het ook. Rood. En wit, wit. En dan begint het al ergens op te lijken. En dan doe ik dat hier ook eventjes. En ik ga het trouwens gewoon een beetje op random plekken doen. Ik ben echt veel te moeilijk aan doen volgens mij. Kijk eens aan. Ah, het begint al ergens op te lijken als zeg ik het zelf. En dan doe ik het hier weer aan de... Eens even kijken. Hier aan de binnenkant van de bocht weer een stukje. En dan doen we het hier aan de buitenkant van de bocht weer een stukje. Kijk eens aan. En hier vervolgens...
vervolgens weer aan de binnenkant van de bocht. En dan is dit gedeelte ook klaar. Oké, ik zeg je eerlijk, het is best wel vetter geworden dan ik eigenlijk had gedacht dat het zou worden. Alleen, we zijn nog niet klaar. Want, dat is allemaal leuk en aardig. Alleen, dat gras is best wel lelijk. Dus wat ik even ga doen, ik pak even steen erbij. En ik denk dat ik, kijk, smoothstone. Dit steen heb ik nodig. Dit vind ik mooi. En dan ga ik de hele rand ga ik gewoon vervangen voor smoothstone. Zodat het daadwerkelijk een beetje op een racebaan gaat lijken. En ik denk, als ik dat heb gedaan, ga ik in het midden ook nog alles van steen maken. Wat ik daar nog ga maken, daar moet ik nog even over nadenken. Alleen de buitenkant ga ik gewoon heel veel bomen plaatsen straks. Zodat al dat lelijke gras eromheen gewoon niet meer gaat opvallen. Ik vind het slim. Maar eerst even deze hele buitenkant veranderen naar stenen blokken. En dat gedeelte is klaar. Nu alleen nog even het binnengedeelte. Ik zit te denken, ga ik dat... Nee, ik denk dat ik ook alleen weer de buitenste randjes ga doen. Want ik kan alles wel vervangen voor steen. Alleen dat kost mij gewoon veel te veel tijd. En ik heb oprecht nog maar echt een paar minuutjes. Dus ik moet opschieten. Kijk, anders had ik het echt veel mooier gemaakt hoor. Maar trouwens in de comments even weten of jij denkt dat je dit beter kan dan ik. En als dat zo is, like dan even deze video. Oké, dit gedeelte nog eventjes van steen. En dan dit gedeelte nog eventjes van steen. En dan moet ik natuurlijk ook nog een finishlijn gaan maken. Alleen waar ga ik die maken? Ik denk dat de finishlijn... Ik denk dat dit wel een heel mooi gedeelte is. Daarvoor heb ik even een fence nodig. En wit concrete, dat heb ik al. En zwart concrete. Even kijken. Waar is zwart concrete? Hier is zwart concrete. Kijk, en dan doe ik de finish, doe ik hier. En dan doe ik even twee palen. En dan wit, wit, oh. En zwart. Oké, dit is niet bepaald de finishlijn, maar ik vind van wel. En dan pakken we natuurlijk even wat banners erbij. Kijk eens aan. En op deze manier maak ik het gewoon nog even een stukje mooier. Oké, ik vind het eigenlijk best wel een mooie finishlijn. En eigenlijk wil ik ook nog een soort van tribune maken. Ik ga hier gewoon een kleine tribune maken, want ik heb er niet heel veel tijd voor. We gaan de kleur oranje doen, want Nederland, waarom niet? Oké, kijk. Dan doe ik gewoon even dit. Dit is een stukje tribune. Gaan we hier omhoog. Doen we het hier ook nog even. En dan hier weer een stukje omhoog. En dan doe ik nog één klein stukje omhoog. Dan hebben we in ieder geval een soort van kleine tribune. En dan hier zetten we eventjes wat steen. En dat steen, dat gaan we dan omhoog laten lopen. En dan ga ik eigenlijk een soort van overkapping maken. Zodat als het regent, dat mensen niet nat worden. Ik denk dat dat wel slim is om te doen. Zo, en dan kijk. Hier komt dan de overkapping. Ik zeg je eerlijk, ik vind het best nog wel mooi. En ik denk dat ik dat nog wel even wat mooier kan maken. Want als ik deze rij hier weghaal. En dan doe ik dit. Kijk. Oh mijn god, dit is best wel vet geworden. Dan de achterkant doe ik ook nog even van steen op deze manier. En dan natuurlijk even wat pilaren, zodat het niet om gaat vallen. Kijk, hier op deze manier. En in het midden doe ik er nog één. Oké, de tribune die is ook helemaal klaar. En ik hang daar nog wat banners aan. Ik denk dat dat wel gaaf is. Oh mijn god, dit is echt heel erg gaaf. Oké, en ik heb nog bijna geen tijd meer, dus ik moet opschieten. Ik pak even bone meal en wat saplings erbij. En dan ga ik hier gewoon nog even wat bomen plaatsen. Puur om het nog eventjes een beetje op te vullen. Kijk, hier een boompje, hier een boompje, hier. En ik ga je een tip geven voor als je ooit wil bouwen in Minecraft. Kijk hoe het er nu uitziet, hè. Een beetje kaal, maar als je dit doet. Op deze manier maak je echt alles mooier. Want het vult gewoon op en het ziet er gewoon heel natuurlijk uit. Kijk eens aan, hoppakee. En dit is hoe de schaatsbaan er nu uitziet. Alleen de buitenkant moet ik natuurlijk ook even doen. Dus ik vlieg er eventjes snel omheen. En ik plaats gewoon overal bone meal waar ik bone meal kan plaatsen. En kijk eens aan. Ik vind het helemaal top. Oh mijn god, ik vind de baan nog best wel mooi geworden. En de tijd is letterlijk nu voorbij. En Santino, de tijd is voorbij. Hallo. Okay. Santino, stop met mijn bouwen. Kom ik anders eerst maar even bij mij kijken. Ja, dan gaan we hem even testen. Ik ben heel erg benieuwd. Jassie. Waar ben je, Santino? Bam! En welkom bij mijn schaatsbaan, racebaanachtig iets. Waarom is het toch allemaal zo groen? Zo groen? Ja, gras, ijs, sneeuw. Ja, maar... Oh, ja. Ja, daar heb ik niet zo van nagedacht. En, wat doe je? Je hebt een klant. Santino. Zet hem dan op zijn minst op dit... Santino! Weg. Nee. Geen mensen. Oké, de volgende keer moet ik misschien hekken om de baan zetten. Ik denk dat dat wel slim is. Maar ga in de boot, Santino. Het is eigenlijk een schaatsbaan, maar dat kan natuurlijk niet in Minecraft. Dus ik begin op...
2. Oké, okay, 3, okay. 2, 1, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go. Oh mijn god, oh mijn god, binnenbochtje! Ik heb je ingehaald, ik heb je ingehaald, Santino! Yay! Oh mijn god, au! Au! Nee! Nee! Nee, oh, ik ga de hele verkeerde kant, Santino. Oh, dit is lastig. Dit is lastig! Ja, go! Oh nee, 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 je staat eerst, je staat eerst, je staat eerst. Ja! Nee! Oh ja! Buitenbocht! Buitenbocht! Kom op! Nou, bijna over de finish, bijna over de finish, let's go! Nee! Oh mijn god! Oké, Santino, ik heb gewonnen, dus villagers, wat doen jullie? Laten we maar gekeken in jouw baan, ja? Ja. Oké, Santino, zodra ik me omdraai, zie ik jouw schaatsbaan en ik zie allemaal wit, dus ik denk dat jij heel gezellig veel sneeuw hebt. En ik hoor heel veel villagers. Bam! Oh, er staat hier meteen een villager. Doei! Nee! Nee! Oh mijn god! Oh mijn god, wat is dit? Oh, heet de Chocobo 5 diamonds! Oh. Ja, inderdaad, ja. Oh, maar ik heb een racebaan gemaakt, maar jij hebt gewoon lekker voor de lol dat je kan schaatsen gemaakt. Een leuk tribunetje, zo. Oké, ik zeg eerlijk, Santino, dat voor mij is echt gewoon een soort van racebaan, maar dit is gewoon oprecht heel erg gezellig. Ja, toch? Ja, ik vind het leuk. Laat in de comments even een cijfer achter voor Santino en natuurlijk ook voor mij. En dat was dit video. Klik even hier via een andere video van mij te zien, want dan wil je zeker niet missen. En ze gaan elk moment weg, namelijk in 3, 2, 1...